iedereen. Een lekker kakaatje ze, met kokosmelk erbij. Oepa. En dan gaan we ze beet verder sorteren in de Lego-kamers. Wat zou ik doen? Het kerstdorp laten staan, want het is zo mooi. Of het afbreken. En wat ik in de vorige video's heb gezegd. Van het Frozen kasteel hier op deze tafel te zetten in onze living. Maar ik heb niet genoeg onderdelen voor het volledig af te werken, denk ik. Dan moet ik eens kijken. Maar ik vrees ervoor. Maar we kunnen het wel proberen. Wat denken jullie? Het zijn altijd zo van die dilemma's, hè. Afbreken en iets nieuw zetten. Maar de onderdelen, hè. Hebben we genoeg of hebben we niet genoeg? Hebben jullie dat probleem ook? Dus ja, wat moet een mens doen, hè? Help, ik heb jullie hulp nodig. Het afbreken of iets nieuw bouwen. Maar ik ga wel het Frozen kasteel hier normaal zetten dan, als ik het afbreek. Want boven komt mijn een Harry Potter te staan. Zo, ze. Het wit is uitgesorteerd voor het kerstdorp. En dat is voor volgend jaar, want dat steek in de doos dat dat zeker niet opgeraakt, want dat is voor het kerstdorp. Allee, voor dit jaar natuurlijk, voor volgend jaar, was ik nu. Dat is voor dit jaar al. Voilà. Taak 1 is volbracht. Het is ook al uitgezocht, hè. Opdracht 2 is volbracht. Dat is al voor het Harry Potter gedeelte en een deel voor Frozen, omdat ik daar ook grijs voor nodig heb voor de berg. Voilà, ze. We hebben alles geordend en opgeruimd. Sommige die dingen moet ik nog in de schuif steken, maar daar moet ik nog eerst plaats voor maken. Dus, maar het is wel allemaal al geordend en bijeengezet. Ik ben trots op mijn eigen. Want er krept heel veel tijd en energie in sorteren van onderdelen. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk om het te doen, dus. Voilà. Ik ga jullie nog iets laten zien vandaag. Wat er in deze zak zit. De GWP's. Steamboat Willie. En Magisto Magical Workshop. En het hotdog autootje. We hebben twee keer. En de mooie koets. Hebben we ook. En twee keer. Voilà. Nog eventjes iets zeggen. Morgen is het unboxing video van de CMF Series 25, de minifix, de nieuwe. Dus blijf vooral kijken en vergeet niet te subscriben en te liken. Tadaa!